Arjen, welkom bij VVV. Dankjewel. Waarom ben jij naar Venlo gekomen? Toen ik hoorde dat Venlo zeg maar interesse in me had, ik was natuurlijk toe aan een eerste elftal. Ik zat bij Jong Utrecht en voor mij is Venlo gewoon een hele mooie club. Heb ik ook naar Venlo gekeken voor de Eredivisie, maar daar zaten ze meestal. En voor mij is het gewoon een mooie stap om mezelf te bewijzen en met deze club eigenlijk de play-offs in te gaan. Waarom ben je toe aan een eerste elftal? Ik ben nu al 22 en ik heb vroeger soms blessures gehad waardoor het allemaal een beetje vertraging op heeft gelopen. Dit jaar ben ik volledig fit en ik ben nu 22 wat ik al zei, dus dan ben je wel toe aan een eerste elftal. Volwassen voetbal zeg maar en om je daarin te ontwikkelen. Ja, je komt er nu ook terecht met bij een paar andere oud-Utrechters. Ja, klopt. Die ken jij goed denk ik. Ja, die ken ik goed. Mitchell van Rooij en Nick Venema. Heb ik ook een goede band mee. En in het veld konden we elkaar ook makkelijk vinden. Dus dat zal denk ik dit jaar niet anders zijn. Dus dat helpt natuurlijk wel heel erg als je met hun mag spelen in het veld. Ja. Wat hebben zij je verteld over de club? Ze zeiden dat het gewoon een hele warme en goede club is eigenlijk. En dat ze het hier ook naar hun zin hebben. En Venema die heeft mij heel vaak bericht van kom nou. Ik zeg ik kan het liefst wil ik ook komen, maar dat een beetje vertraging opgelopen in de onderhandelingen en zo. Dus uiteindelijk ben ik er en ik denk dat hun ook wel blij zijn. En ik ben ook blij dat ik weer dat ik jullie kan zien als oud teamgenoot. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan uitkijkt om weer met hen op het veld te staan. Zeker weten. Het was toen al leuk, dus het zal nu niet anders zijn. Je hebt zelf ook al tegen VVV gespeeld dit seizoen. Ja. Wat was je indruk toen van dit team? Ik weet nog dat de eerste helft kwamen we op 1-0. Hè? Dus toen was het een beetje gelijk op gaan. Als ik eerlijk moet zijn, de tweede helft deden wij toch iets beter. Maar hun deden het. Ja, het was VVV, ze boden ook goede tegenstand daar niet van. Alleen, zijn wij nog met 2-1 bij winst gehaald. En, het was voor mij een goede indruk. Het stadion vond ik ook mooi om zo te zien. Toen kon je ook wel zien dat het een mooie club was. Zeg maar. Ja, en de man die toen beslissend was voor jullie, Speelt nu hier. Ja, dat is waar. Ja. Dat is Nicky. Hè. Ja, die is vaker beslissend geweest. Die is eigenlijk een soort van geboren om goals te maken. En dat liet hij toen ook zien tegen VVV inderdaad. Als we even naar jou als speler gaan kijken, wat voor speler ben je? Wat kunnen supporters verwachten? Ik ben een speler die die graag tussen de linies komt, bijvoorbeeld. Ik ben ook een speler die de 1-1 graag opzoekt en van daaruit natuurlijk een voorzet of een goal maakt. Want het liefst wil ik wel rendement eruit halen natuurlijk. En ik kan ook op z'n tijd ook diep gaan bijvoorbeeld en van daaruit een scorerspositie komen. En dat eigenlijk. Ik ben ook iemand die graag de steekpas geeft om iemand 1-op-1 voor de keeper te zetten. Dus dat is eigenlijk mijn beschrijving als voetballer. Je kunt ook op meerdere posities uit de voeten, toch? Ja, klopt. Ik ben eigenlijk van oorsprong een 10, maar ik kan ook op links buiten uit de voeten, rechts buiten uit de voeten. Dus dat is wel een voordeel natuurlijk. Heb je dan al een idee waar je hierop wilt gaan richten bij VVV? Voor mezelf, individueel? Natuurlijk. Eigenlijk op rendement. En het team helpen om meer goals te maken. En, dat is eigenlijk waar mijn focus op ligt en dat we uiteindelijk als team het goed gaan presteren dit jaar.